Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. We hebben natuurlijk allemaal het doel om met beleggen er financieel vooruit te gaan. Maar wat nou als het uiteindelijke financiële doel bereikt is? Hoe omgaan met het feit dat je financieel onafhankelijk bent geworden? Dat is natuurlijk een belangrijk punt en dat wil ik vandaag bespreken, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Voordat ik begin met de video, de actie bij de Giro via mijn link loopt af binnen 2 weken, namelijk op 30 september. Als je voor die datum registreert via mijn link, krijg je gemaakte transactiekosten tot 1 november terug met een max van 50 euro. Mocht je de Giro al gebruiken, ik maak zelf ook gebruik van Bucks en dan loopt ook een actie via mijn link. Bij registratie krijg je namelijk een gratis aandeel wat kan oplopen tot maar liefst 200 euro. Voor geïnteresseerden zal ik een linkje achterlaten in de beschrijving en als je besluit te registreren via de link help je ook nog eens het kanaal en dat zal ik altijd waarderen. Goed, stel het volgende scenario je even voor. Je doel is bereikt. Je bent financieel onafhankelijk. Je bent rijk. En als het goed is heb je daar jarenlang voor gewerkt en ook heel wat jaren onderzoek gedaan naar allemaal verschillende investeringen. Of het nou crypto is, aandelen of vastgoed, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar er komt natuurlijk ook nog een proces na het behalen van je financieel doel. En dat wordt heel vaak onderschat. Kijk alleen maar naar de volgende statistiek. 70% van de loterijwinnaars zal uiteindelijk weer met lege handen staan. Alles is dus weg. En dat heeft ermee te maken dat ze niet voorbereid waren op dat geld. En dat kan ik natuurlijk nog begrijpen omdat de kans groter is dat je geraakt wordt door de bliksem. Dus als jij een lot koopt ga je er niet vanuit dat je in één keer een paar miljoen hebt. Maar veel beleggers die financieel onafhankelijk worden, hebben vaak ook een probleem om goed om te gaan met dat vermogen wat is opgebouwd in al die jaren. Want er komt natuurlijk heel veel op je af. Nou, vandaag wil ik daar wat dieper op in, zodat je weet wat je moet doen als je vermogend wordt. En stel je bent nog niet bij je financieel einddoel, ik zal dan deze video niet wegklikken. Het kan natuurlijk helemaal geen kwaad om deze informatie tot je te nemen. De eerste tip die ik je wil meegeven is, houd het voor jezelf. Natuurlijk, je vrouw of man moet je gewoon betrekken, want ja, dat kan natuurlijk niet anders, zou ook wel heel erg raar zijn. En daarbuiten misschien alleen je ouders, ligt echt aan de relatie die je met ze hebt. En misschien met een broer of zus waar je een hele goede connectie mee hebt. Want niemand hoeft te weten hoe jij er financieel voor staat. Want de maatschappij zit best wel vreemd in elkaar. Want een goede vriendschap kan plots afbrokkelen door financieel succes. Dat klinkt misschien raar, maar heel veel mensen vinden het echt lastig om succes van iemand anders te vieren als ze dat zelf niet hebben. Stel je voor die persoon heeft 5 miljoen en jij geeft aan dat je 1 miljoen hebt gewonnen, zijn ze hartstikke blij. Moeten hun elke dag met tegenzin naar hun werk en jij hebt op een of andere manier met heel veel hard werken en het opbouwen van vermogen 1 miljoen bij elkaar gekregen en je gaat met pensioen, dan is het heel lastig om dat succes te vieren. Dus weet dat voordat je met Jan en Alleman deelt dat je het financieel zo goed voor elkaar hebt. Ik heb het zelf ook gemerkt. Relaties kunnen aangetast worden doordat iemand financieel succes heeft. Je wint er namelijk weinig mee door aan iedereen te vertellen dat je het zo goed voor elkaar hebt, maar je kan er wel heel veel mee verliezen. En tip 2 is doe niet aan leefstijlinflatie en probeer te wennen aan je geld. Kijk, een Lambo gaan bekijken, dat is vraag om problemen, dat kan je echt pas doen als je 1 miljoen of 5 hebt. En als je plots heel veel geld hebt verdiend, dus dan heb ik het niet over 25 of 35 jaar lang beleggen, maar bijvoorbeeld in een paar jaar door heel veel succesvolle investeringen, kan ik je aanraden om het geld tijdelijk weg te zetten. Gewoon doen alsof het er niet is. Want je moet echt wennen aan het feit dat je vermogend bent. Dus een half jaar of misschien wel een jaar dat geld gewoon helemaal niet aanraken. Gewoon doorgaan met je leven. Na een tijd zal de drang om heel veel geld uit te geven echt wegzakken. Daarna kan je natuurlijk rustig besluiten wat je wel gaat doen met dat geld. Want als ik nu iemand 1 miljoen euro zou uitgeven, dan zullen er allemaal rare uitgaven plaatsvinden. Er zal direct een nieuwe auto aangeschaft worden, misschien wel 2, misschien wel een boot, een paar keer op een hele dure vakantie. Maar als ik tegen iemand zeg, weet je wat, over een jaar geef ik je een 1 miljoen euro. Dan is de kans vele malen groter dat er goed is nagedacht over wat er gaat gebeuren met dat geld. En tip 3 is, schakel een financieel expert in. En dat doe ik niet op iemand die voor jou gaat bepalen waar je in moet investeren. Want als ze dat wisten, hadden ze die baan niet nodig. En als je het zelf hebt bereikt door heel veel te gaan investeren, dan heb je natuurlijk wel door hoe het allemaal werkt. Ik doel vooral op iemand die je kan ondersteunen in belastingzaken. Na het inschakelen van een accountantbureau kwam ik er pas achter hoeveel ik eigenlijk niet wist. Iemand om mee te sparren die het beste met je voor hebt, is gewoon belangrijk. Want je zal heel veel fouten niet maken die je zonder expert niet eens zag aankomen. Maar het levert je vaak meer op doordat je heel veel kan besparen door slim met de belastingwet om te gaan.
Maar het belangrijkste, je wil geen ruzie met de belasting. Die strijd ga je echt niet winnen. Bespaar je veel problemen door niet te besparen op een fiscaal expert. En tip 4 is hulp zoeken op mentaal vlak. Heel veel mensen ervaren intense druk als ze plots heel veel geld hebben. Want de angst om het te verliezen is gewoon groot. En je leven is natuurlijk ook nog eens 180 graden gedraaid, want werken hoeft niet meer. Je leven verandert dus compleet. Ook al is dat natuurlijk positief, het kan nooit kwaad als je die angsten voelt om te gaan praten met een expert. Want heel veel mensen claimen dat veel geld je gelukkig zal maken, nou dat is echt niet het geval. Want de stress bij vermogen behouden moet je echt niet onderschatten, want je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Want kan je voorstellen, over 3 jaar ben jij verantwoordelijk voor 5 miljoen euro. Dat klinkt natuurlijk als een luxe probleem, dat is het ook, maar op mentaal gebied komt daar heel veel bij kijken. Heb je daar hulp bij nodig, zoek het dan ook. En tip 5 is om geld als bijzaak te gaan zien. Als je eenmaal financieel onafhankelijk bent, moet je het idee loslaten dat geld verdienen heel erg belangrijk is. En dat is gewoon pittig, want je weet niet beter. Daarom dat je ook vaak ziet dat multimiljonairs alsnog 50 of 60 uur per week werken om nog meer te verdienen wat ze eigenlijk niet meer opkrijgen. Als je 25 jaar lang alleen maar bezig bent met geld verdienen en dat heeft de absolute prioriteit, dan is het erg lastig om er afstand van te nemen. Want ja, dat ken je. Je stapt elke dag uit je bed om weer geld te gaan verdienen. Als dat plots niet meer hoeft, dan kan je echt in een zwart gat vallen. Ik heb ook vaak een soort van medelijden als ik multimiljonairs zie die nog steeds 50 of 60 uur per week werken, constant aan het reizen zijn en het opgroeien van de kinderen, ja, dat wordt amper meegemaakt. Helemaal verslaafd en verloren aan het verdienen van geld en alles eromheen heeft geen prioriteit. Dat is dus echt een gevaar waar je rekening mee moet houden. Wat nou als geld niet meer nodig is? Wat dan? En daar hebben heel veel mensen geen antwoord op. En ik heb het daar zelf ook lastig mee. Wat nou als ik mijn dagindeling plots zou opgeven? Wat dan? Stel jezelf maar eens de vraag. Wat nou als je vanaf morgen nooit meer iets hoeft te doen voor geld? Wat gaat dan je invulling zijn van de dag? En dan moet je natuurlijk niet denken dat je het hele jaar op vakantie gaat in je privéjet, dat je allemaal Lamborghinis rijdt, dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar gewoon een realistisch antwoord zoeken. Wat zou jij doen met je leven als je de komende 10 jaar niet meer hoeft te werken voor geld? Dus dan kom ik eigenlijk ook weer een beetje terug bij de vorige tip. Mentaal heeft het gewoon een enorme impact als je in één keer vermogend bent. Want heel veel Nederlanders die met pensioen gaan na jarenlang werken, vallen vaak in een zwart gat. En dat is echt geen toeval. Sociale contacten, voldoening halen uit je werk, bezig blijven, etc. is erg belangrijk voor je mentale gezondheid. Geen enkel geldbedrag gaat dat goed maken. Vermogen opbouwen is dus lastig, laat dat duidelijk zijn. Het is echt niet zo dat je eventjes financieel onafhankelijk wordt. Dat kost heel veel jaren en heel veel mensen die uiteindelijk financieel onafhankelijk worden, hebben daar ook keihard voor gewerkt en hebben ook een heel duidelijk en strak plan gevolgd. Maar het plan om vermogen te bouwen, dat is vaak niet opgesteld. En vermogen behouden is echt niet makkelijk. Geef een willekeurige Nederlander nu 1 miljoen euro en de kans is groot dat die persoon vanzelf weer ergens met tegenzin 40 uur per week werkt. Terwijl 1 miljoen eigenlijk voldoende zou moeten zijn om de rat race te verlaten. Dus onderschat het luxe probleem niet. Want je zal echt niet de eerste zijn die bijvoorbeeld na jarenlang beleggen een serieus vermogen heeft opgebouwd om het een paar jaar later weer helemaal te verliezen. Voor nu komen we dus aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.